daar is ze dan. Hallo. Bacon Eggs. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag 10 januari. En ik heb ontploft haar. Zoals je ziet, het staat gewoon een soort van recht overeind. Ik moet het zo gaan wassen. Maar ik heb vandaag wel een leuke dag voor de boeg. Want ik ga in het begin van de middag richting Amsterdam. Daar heb ik afgesproken met Christina. Ik heb haar echt al een hele tijd niet gezien. Dus we gaan even bijkletsen, lekker lunchen samen. En daarna hebben we allebei een event van de Hunkemuller. En dat is heel erg leuk, want dat is met een dansworkshop. Het is namelijk voor de nieuwe collectie van Duitse Cruise met de Hunkemuller Sportcollectie. Dus dan worden we volgens mij ook in outfitjes gehesen. En ja, volgens mij wordt dat helemaal leuk. En als jullie me al wat langer volgen, weten jullie misschien wel dat ik wel heel erg hou van dansen. Ik heb vroeger ook veel op dansen gezeten. En toen ik niet meer echt een street dance hip-hop deed, toen ben ik Zumba gaan doen bij de sportschool. Maar eigenlijk heb ik nu al een hele tijd geen dansles meer gevolgd. Dus ik ben benieuwd of dit me weer helemaal enthousiast maakt. En dat ik dan opeens ook weer Zumba lesjes wil gaan volgen of wat dan ook. We zullen het wel zien. In ieder geval neem ik jullie mee, want ik mag daar ook filmen. Dus ik ga ook, als het lukt, een stukje filmen van de workshop. Dat lijkt me wel heel erg leuk. En ik ben op dit moment aan mijn ontbijtje en nog eventjes een vlog ondertussen aan het kijken. En dan ga ik nog eventjes wat editen. Nu is het tijd voor een make-upje. Ik ga voor vrij basic, want ik zweet waarschijnlijk alles er zo weer af. Ik was iets enthousiast over mijn huid de laatste tijd. Want volgens mij, ik dacht dat ik mijn hoofd had gestoten. Maar ik denk toch dat dit een onderhuidse ontsteking is. Maar goed, ik blijf er vooral vanaf. En dan hoop ik dat hij vanzelf weer trekt. Maar er zit letterlijk echt zo'n grote bult gewoon hier. Ik ben al heel blij dat hij op mijn voorhoofd zit en niet op mijn kin. Want daar ga ik veel eerder aan zitten. En daar is het veel gevoeliger, vind ik, dan op je voorhoofd. Bij je haargrens. Daar is je huid toch wat steviger of zo. Ik ga even lekker een vlogje kijken ondertussen. En dan spreek ik jullie weer als ik richting Amsterdam ga. Tot zo! Fris gewassen haren en ik heb mijn outfit aan. Beetje basic, want ik dacht ik wil me dan wel gewoon makkelijk kunnen omkleden. Ik ga het jullie eventjes laten zien in de spiegel. Ik heb een blouseje aan met luipaardjes erop. Deze is van de Kostes van vorig jaar. Daar krijg ik altijd veel vragen over. En dan heb ik dit chille vest. Die is nieuw van de H&M. Heb ik in de sale gescoord. Super lekker zacht. Deze skinny jeans is ook van de Kostes. De Kostes en de H&M shaping skinny jeans zitten bij mijn figuur het beste. En ik heb best wel dijen, zeg maar, en heupen. Maar ik ben hier best wel smal. Dus dat is misschien een tip. En mijn kuiten zijn ook vrij breed, als het ware. Dus ik heb sowieso niet snel dat het te wijd zit om... Oh, 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 rustig. Dat het te wijd zit om mijn enkel. Ik krijg vaak vragen namelijk welke jeans ik draag. En dan heb ik deze platform enkelhaarsjes. Die zijn van... Van Dalenschoenen. Dat was het. Ik draag echt super weinig vesten eigenlijk. Maar het zou ik eigenlijk weer wat meer moeten doen. Want daardoor ga ik ook weer meer blouses dragen. En ik heb heel veel blouses. Ik ben namelijk best wel echt een blousesmens. Ik zal jullie even een blik op mijn kast geven. Kijk. Heel veel. En sommige zijn meer voorjaarsblousjes. Maar er zitten ook echt heel veel kleurtjes bij die nu heel leuk zijn. Dus dat is een goede tip voor mezelf. Wat trouwens best wel vervelend is, is dat ik echt mega spierpijn heb van het trainen van maandag en woensdag. Ja, ik ben nu weer gewoon echt even het sporten lekker aan het oppakken. En in het begin heb je nog wat meer spierpijn. Dus mijn liezen voelen zo kak. En mijn armen, als ik ze hoog hou, trillen helemaal. Dus dat wordt wel bij die workshop. En ik ben ook nog eens ongesteld geworden. En ik heb echt heel erg lage buikkrampen. Dus wat dat betreft is sporten niet het meest fijne vooruitzicht of zo. Maar ja, zoals ik al zei, ik hou echt van dansen en muziek. Dus ik denk dat ik er wel van ga genieten. Vind het leuk om weer een keer een choreografie aangeleerd te krijgen ook. En ik heb er wel zin in eigenlijk. En ik ga hier lekker met Chris lunchen, hadden we net bedacht. Maar het is zo stom, want ik had volgens mij vorige week nog gezegd toen ik met Lot sushi ging eten, dat ik dat echt nooit doe. Misschien twee keer per jaar of zo. En nu is het in één keer, twee keer in anderhalve week. Maar ik heb er wel veel zin in en gewoon niet al te veel voor lunch. En ja, Christina is natuurlijk ook wel een beetje de sushi babe, vind ik. Dus ik vind het wel heel leuk. Maar zij had een hele lange treinreis erop zitten natuurlijk, dus ze moest nog even naar het toilet.
Dus ik ben even op haar aan het wachten. Maar ik verwacht dat ze er elke minuut kan zijn. Daar is ze dan. Hallo. Je ziet er echt mooi uit. Dankjewel. Is dat blouseje van je webshop? Ja. Hij is echt leuk. Zag het gelijk. Best wel klein hoor. Gewoon zelf een wandelend reclamebord ben je eigenlijk, ja, voor je webshop. Ik twijfel ook tussen twee blouses vandaag. Ik dacht, ja, deze. Ja, je moet natuurlijk wel een beetje je eigen merk representeren, ja, toch? Dat is waar. Nou, het ziet er goed uit. Maar wij gaan dus echt lekker genieten van sushi. Welke heb jij besteld? Ik heb avocado en ik weet het nou niet meer. Oh ja, de crunchyroll. Ja, daar zit iets van augurk in, toch? Ja, lijkt me echt wel lekker. Ik heb nog nooit gehad. Ik vind augurk altijd een beetje zo'n hamburger ding of zo. Eet je het ook op hamburger? Oh, je eet geen hamburgers. Maar als je een vegaburger hebt, eet je dan ook augurk? Ja, het liefst extra. Ja, ik vind het ook heel lekker. Ik snap echt niet dat mensen dat eraf halen. Dat hapje is echt het beste ooit, toch? Ja. Eet ze. Chris en ik gaan nu de sushi er weer aftrainen. Yay. Toch? Ja, natuurlijk. Ik heb net aan haar gevraagd, jij hebt ook gedanst vroeger. Maar nu al heel lang niet meer ook, toch? Ja, 10 jaar niet meer. Dus dat is wel leuk. Om het ik ben geen pro. Nee, maar het is toch leuk om weer eens een keertje gewoon echt zo'n dansles zoals ja, vroeger te doen. Het is toch anders dan een beetje dansen tijdens uitgaan. Ja, dat is dus heel anders. Heel anders, want dan sta ik gewoon de hele tijd een beetje als een houtvakker hetzelfde te doen eigenlijk. Dus ik ben wel heel benieuwd wat voor ervaring dit gaat worden. Het lijkt wel alsof ik een slavendrijver ben of zo. Ik laat Christina gewoon 2 keer op en neer lopen. Omdat ik weer eens iets verkeerd in mijn telefoon had ingevoerd. De verkeerde straat. Maakt niet uit. Nog beter voor de sushi die we net op hebben gegeten. Want we zeiden net nog, misschien iets te veel eigenlijk als we zo gaan dansen. Of tenminste, het was helemaal niet zoveel, maar het voelde wel even zo. Nou, nu zakt het in ieder geval vast een beetje naar beneden. Ja. Maar in ieder geval, ik heb nu sowieso het goede adres, dus het gaat helemaal goed komen. We zijn er, found it. Chris en ik zitten achter de keuken. Nee, echt zo'n omgekleed gordijn hier. Want we zitten hier in de studio. Het is trouwens wel een mooie ruimte, lekker licht. En we hebben een sportsetje, een hele coole legging en een soort mauvekleur. En zo'n topje, ik denk dat dit mij echt super bleek maakt. Maar goed, hij is wel schattig. Dus we gaan het zien. We zijn allemaal in roze outfitjes. Iedereen heeft bijna deze mauve legging aan. En dit is echt een super chille trui. Het is nu wel lekker. Straks is het warm, dus dan gaat het eruit. Maar voor nu is het heel relaxed. Ik ben een keer keihard tegen een fiets opgelopen. Ah, en dat net valt wel mee. Voor mijn gevoel is het echt heel erg. Maar nee, nou ja, we hebben wel weer echt in een spoedtempo een heleboel leuke foto's volgens mij. Dus dat was schrikkelijk. Maar wij hadden daar echt hier moeten laten. Oh, nu pas, 14 pas. Hm. Ik denk dat er nog wel een eerder gaat. Ja, we kunnen ook nog een koffietje doen als je. Ja, is wel lekker. Eventjes een Starbucks koffietje halen. Lang geleden voor mij. Zeg. Niet 1, maar 3 toiletbonnetjes heb ik. Ik weet niet waar de derde is, maar op de een of andere manier mocht ik niet naar het toilet of zo. Ik heb 3 keer betaald, maar het poortje ging niet open. Maar ik ben toch gegaan hoor. Maar wel 3 keer betaald, echt belachelijk. Maar oké. Okay. Oh jongens, ik ben thuis. Ik ben wel echt intens moe. Het was wel heel erg gezellig met Christine. Leuk om weer even bijgekletst te hebben. En ik vond die dansworkshop ook gewoon heel leuk. Want ja, het wakkert wel weer een beetje mijn zin om te dansen aan, zeg maar.
ik moest echt heel even mijn tas hier dumpen. Ik ga even snel naar het toilet. En dan ga ik patat halen. I know, sushi en uw patat. Maar ik heb gewoon heel veel zin daarin. Marco en ik kijken er al echt een hele tijd naar uit. Altijd als ik vlog eet ik volgens mij extra ongezond. Maar trust me, we hebben wel echt heel goed lekker groente gegeten eigenlijk. Vanaf het nieuwe jaar. En goed afwisselende maaltijden. Maar ja, we hadden gewoon zoiets van, oh, zullen we dat donderdag doen? Marco had namelijk een borrel op zijn werk. Die komt dus ook pas zo thuis. Ik ook nu pas en het is 7 uur. Dus ik heb ook echt geen zin meer om dan te gaan koken of zo. Wat een moe hoofd. Jeetje. Hierbij nog even een blik op de producten uit de lijn. Deze tas kregen we mee. Die is van zo'n super fijne stof. Waterbestendig. En het is heel fijn omdat hij ook een trekkoord heeft. En dan kun je hem zeg maar aansnoeren. Dus als er weinig in zit is hij ook heel fijn om gewoon heel compact op te bergen. Bijvoorbeeld in je gewone tas bij wijze van. En dan hebben we deze super zachte hoodie. Die is het lichtroze en ik vind het effect van dit lint heel leuk. En dan heeft hij hier aan de binnenkant een hele coole glanzende voering. Maar hij is gewoon verder van zo'n zachte, ja, soort van vliesstof. Dit is de legging, die droeg ik dus ook. En die heeft zo'n heel subtiel snakeprintje. En hij zit echt fantastisch lekker high waist. Aan de achterkant staat er volgens mij op, ja, DK van Duitse Kroes, 1985. Echt een heel fijn ding. Dit was het shirtje. Deze ben ik niet helemaal fan van. Ik vind hem zelf een iets te dun stofje. Hij schijnt een beetje door en hij, ja, tekent nogal, vind ik. Maar ik vind dit bandje wel heel leuk gedaan. En op zich stond hij wel heel erg leuk bij deze legging. Dus ik ben er toch wel heel erg blij mee. Terwijl zo'n stofje wat heel snel droog wordt als je bijvoorbeeld zweet. Maar mijn twee favorieten zijn wel echt de trui en de legging. En dan kregen we nog deze hele leuke Hello Gorgeous waterfles. Ook altijd chill om te hebben. Ja, zo lekker. En ik heb een milkshake erbij en een kaassoufflé. En Marco die heeft patat met warm vlees en sambal en knoflook. Ze hebben niet zoveel. Oh. Ben je helemaal gek? En nu gaan we lekker verder met Homeland. Zijn we net begonnen te kijken op aanraden van mijn zusje en van mijn moeder. Dus ja, best wel spannend al, hè? Ja. Net nog even een fotootje op Instagram gezet. Sinds kort bewerk ik mijn foto's ook met Lightroom, want op een Samsung kon dat niet. Dus gebruikte ik eerst alleen Visco en Facetune. En Facetune gebruikte ik eigenlijk niet voor mijn huid. Ja, alleen als ik echt een puistje of zo had, maar niet voor airbrush of wat dan ook. Maar ik gebruikte Facetune dus vooral voor die details die ik dan wat meer naar voren wilde laten komen. En Visco voor de filter en alle andere dingetjes. Maar nu gebruik ik dus Lightroom erbij. En ik vind het zo cool dat je dan bepaalde tinten gewoon uit kan blokken die niet mooi zijn op de foto. Het maakt echt een heel groot verschil. Een foto waarvan ik eerst dacht, oh, daar kan ik misschien niks mee, kan je dan toch nog best wel wat mee op zich. Dus dat vind ik heel erg leuk. Als je benieuwd bent naar mijn foto's, volg me vooral, vind ik leuk. En Marco en ik zijn nu even aan het kijken, want we hebben voor onze bruiloft van zijn broer en zus en van de vrouw van zijn broer, hebben we een gastronomisch kokenworkshop, nee, moleculair kokenworkshop gekregen. Moleculair? In de stijl van, nou dat zat er niet bij, maar moleculair koken is toch Heston? Ja, die doet dat wel, ja. Die doet dat, dus dan denken wij dat aan en wij zijn echt grote MasterChef Australia fans. Waar Heston Bloem altijd in komt. Dus wij zijn heel erg benieuwd. Lijkt me echt heel erg cool om een keer te doen. Helemaal met zo'n fancy bril en zo. Als we dat gaan doen, ga ik het sowieso vloggen natuurlijk. En met liquid nitrogen. Ja, zo inderdaad. Ja. Oh, ik wilde jullie trouwens nog wat zeggen. Want jullie vragen je misschien af waar de Prove You Wrong afleveringen blijven. Ik ga absoluut door met die serie. Ik vind het zelf gewoon heel erg leuk. Ik ben heel enthousiast over alles wat met styling te maken heeft. Dus ja, ik vind dat zeker tof om met verschillende mensen te doen. Ik heb ook wat afspraken gepland staan. Dus binnenkort ga ik filmen, waaronder met deze meneer een aflevering. En ik heb ook een aflevering met iemand anders gefilmd. Maar ik ga niet allemaal verklappen wie er komen. Maar het duurt wel eventjes, want ik moet dus nu nog de nieuwe afleveringen gaan filmen en bewerken. Dus voor februari komt het niet terug, maar daarna wel weer. En voor die tijd beloof ik wel andere video's over fashion, dus stijlvideo's. Marco heeft een mama appelsap gevonden. Ik weet niet of jullie weten wat dat is. Kan je dat uitleggen? Mama appelsap? Niet iedereen kent dat misschien. Het is eigenlijk alsof als er iets in een nummer gezongen wordt, of eigenlijk het klinkt als heel iets anders. Dus in dit geval heb je bij het nummer van Michael Jackson, werd er iets gezongen en dat klonk als mama appelsap. Ja, daar is mama mee begonnen, zeg maar. Mama appelsap of zoiets. Ja. Maar nu... Oh, hallo, wat gebeurt? Nou ja zeg. Nu heeft Marco er dus eentje gevonden bij Ariana Grande, Thank You Next. En wat hoor jij?
Ja, ik weet niet wat er met haar is, maar zij houdt echt van bacon en eggs. Of... Oh, ik sta baking eggs. Ja, dat kan ook. Dat kan je moet maar horen, je hoort heel duidelijk bij de ene tune gewoon thank you next. Maar dan zingt ze er overheen bacon eggs. Tenminste, zo lijkt het net. Ik ben benieuwd. We gaan er even luisteren. Het is wel dat jij het zegt, maar nu hoor ik het ook echt. Ik hoor het niet meer anders. Lekker uitje bakken, hè? Bacon eggs! Er is iets met eieren wat ze heeft. Ik weet niet wat het is. Ja, dat is sowieso. Of eggs. Oh, je eggs breken. Oh, cruel. Breaking eggs. Ja. Dat kan natuurlijk. Dat kan ook nog. Interessant. Ik vind hem goed gevonden. Dank je. Leuk. 1:15. Ik weet niet wat ik hier nog doe. Ik dacht, ik maak nog even een thumbnail. En toen beland ik op het internet. En ik moet echt slapen. Morgen namelijk een afspraak bij de tandartspreventieassistent. Om wat... tandsteen weg te halen. Dus dat ga ik nu doen. Ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Als dat zo was, dan zou je me heel erg helpen als je een duimpje omhoog wil doen. En dan hoop ik dat je weer gezellig kijkt naar de gewone video die woensdag online komt. Of de volgende vlog op vrijdag. Negeer even mijn oorlogswond. Oh nee. En ik maar zeggen dat ik geen last meer had van buisjes de laatste tijd. Iets te vroeg, maar dat zal vast ook weer met die maandelijkse periode te maken hebben. Nou, anyways, ik ga nu echt slapen, dus doeg!